En de Chinese telecomgigant Huawei garandeert dat de dienstverlening van het bedrijf niet in geding is. Het bedrijf deelt dit mee naar aanleiding van de weigering van Amerikaanse telecombedrijven om zaken met haar te doen. Recentelijk is er in de media een bericht verschenen dat Huawei geen toegang meer heeft tot Android en Google. Onze nieuwsdienst heeft contact opgenomen met de vertegenwoordiging van het bedrijf in Suriname. Zij heeft ons doen toekomen een brief gericht aan haar internationale klanten. In dit schrijven laat zij weten dat Huawei al haar producten volgens de internationale regelgeving en vereisten op de markt brengt. Het telecombedrijf is het daarom niet eens met de reactie van de Amerikaanse telecombedrijven om de producten van Huawei te weigeren en op een zogeheten entity list te plaatsen. Huawei heeft naar haar zeggen in de afgelopen 30 jaar sterke partnerschappen opgebouwd met diverse klanten in meer dan 170 landen in de wereld. Huawei gaat daarom ook alle uitdagingen aan en kijkt uit naar een goede samenwerking met al haar klanten in de wereld.